Welkom bij de Q Academy 2012. Meer dan 350 kandidaten schreven zich in en zij willen allemaal Q-DJ worden. Wel, wij testen vandaag wat ze kunnen en wie weet hoor je binnenkort wel één van deze mensen op jouw radio. Die zijn er uitgekozen om hier vandaag een test af te leggen. Toen Toni Braxton nog in de hitlijsten stond met Unbreak My Heart, rolde het geld vlotjes binnen. Met James Bond natuurlijk. Dus ja, laat de zomer maar opkomen, zou ik zeggen. Want zoals we allemaal weten, is er in Amerika iets heel erg gebeurd op 9-11 of een 11 september. We zitten hier te luisteren naar de kandidaten. En ja, het zijn echt wel een paar heel goede bij. Dat is echt leuk om te zien. Dat sommige mensen echt zo potentie hebben en echt zo talent hebben. En proberen hun best te doen. Het is niet bij iedereen natuurlijk zo. Maar wel een aantal toffe, echt wel. Kurt, ik heb niks gehoord, dus ik ga gewoon even met u een babbelje doen. Ja. Dus als de mensen, wat ze dus doen, we krijgen zo'n blad en dan zetten ze kruisjes. En op die kruisjes zie je dan van ja of nee. En als ze ja gezet hebben, dan ga ik er eens mee babbelen. Een beetje een persoonlijke kennismaking van wie zijn die mensen. Om ook een beetje een gezicht bij de stem te hebben. En nu momenteel beginnen de kriebeltjes toch wel een beetje te komen. And it's not enough to tell me that you care. Nikki, hoe zou jouw show heten? Oei. daarover val je mij wel mee. Hoe zou mijn show heten? Daar heb ik nog niet over nagedacht. Zover heb ik nog niet gedacht. Van Kurt en Dorian gaan we die... Crime. Kurt en Dorian in Crime, ja, blijkbaar. Dus we gaan Kurt en Dorian in Crime noemen. Ja. Misschien Nikki Late Night. Q is good for you.